Kerkreutscher Mercher kiek ze dich aan en zeker als ze boeken gaan schrijven. Welkom bij Culturij. Ze noemt zichzelf Storyaholic, las alles wat ze kon vinden en aan dat lezen werd schrijven toegevoegd. Sinds gisteren is er het boek In de Familie. Joyce Spijker, welkom. Dankjewel. Is er een familietrekje ook bij jou, dat lezen? Ja, eigenlijk wel. Ouders deden het altijd. Ik ben het allerergst, denk ik, voor iedereen. Maar als ik kijk naar mijn ouders, dan ligt er altijd een boek op het nachtkastje. Oké, dus daar ben je een beetje mee grootgebracht dan? Ja, ben ik wel mee opgegroeid. Zat er ook dwang achter? Nee, zeker niet. Nee. Ze hebben je lekker vrijgelaten. Ja, ja. Mijn broertje leest nooit, dus dat compenseert de boel, denk ik. En wat doe je daar nu nog aan? Aan lezen? Nee, aan hem. Oh, aan hem. Nee, helemaal niks. Hij krijgt het boek en dat leest hij ook en dan houdt het op, denk ik. Hey, je ging ooit Nederlands studeren. Was dat al met de bedoeling om schrijfster te worden? Nee, alleen speelde ik wel met die gedachte. Ik heb ooit meegedaan aan een verhalenwedstrijd en dat was net ervoor. Dat was nog op het einde van de middelbare school. En ik dacht wel van, goh, dan leer ik nog meer over lezen en dat vind ik heel fijn. En dan wordt studie opeens leuk. En dan zie ik dan wel wat ik daarmee ga doen. Maar dat schrijven is wel steeds gegroeid, zeg maar, die wens om dat te doen. En had jij dan van die idolen, van dat is mijn voorbeeld, dat wil ik stiekem? Nou, dat heb ik nu eigenlijk meer dan toen. Wie zijn dat dan? Ik ben de laatste weken extreem fan van Connie Palme. Ik denk niet de enige. Nee. Limburgse ook. Maar ik vind haar werk gewoon heel erg mooi. Haar staat heel erg eigen en ze is zo lief. Dus dat kun je. Want jij hebt er gesproken. Ja, ik heb er een paar keer ontmoet en het is echt een schat van de mens. Kun je ook een drankje mee doen, geloof ik. Kun je absoluut een drankje mee doen, wel meer dan één, ja. En je werd ook strategisch communicatieadviseur. Dat is een heel duur woord. Dat maar klinkt wel heel stoer. Nou, komt een hele functie, toch? Heb je lang gedaan? Het strategische functie heb ik lang gedaan, 8,5 jaar. Ook natuurlijk wel, daar ben ik niet mee begonnen, hè. Dat is gegroeid. Maar ik heb daar wel met heel veel plezier aan gewerkt. En ik denk, maar daar gaan we het zo nog even over hebben, dat dat ook heel erg van pas komt bij het schrijfster zijn. We waren op jouw boekpresentatie. Ja. Dat gaat er dan iets anders aan toe dan je gewend bent. Kijk even mee. In Kerkro wordt dat. Ik voel me heel erg vereerd dat ik hier vandaag op deze boekpresentatie van het boek van Joyce even het woord mag voeren. En ik wil eventjes citeren uit het verhaal. Ze is jong, mooi en heeft een enorme drive om te presteren. Joyce Spijker doet niets half. Haar perfectionisme is, vooral voor haarzelf, soms een last. Ze is ook onzeker en wil niet falen. Nu ligt hier je derde boek. Ik kan me niet voorstellen dat je nu nog onzeker bent. Nou, het is dus het tweede boek en dat is precies waar die onzekerheid op terugkomt natuurlijk. Ik heb er 3 geschreven en de meeste mensen die hier vanavond zijn, die weten dat. Maar dit is het tweede die het daglicht ziet. Met een titel als deze kun je je eigenlijk wel voorstellen waar dit boek naartoe gaat. Dat blijft in de familie. Papa, mama, deze familie. Nou mag die muziek weer aan. Dan gaan we klikken. Got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Ja, een spetterende presentatie zou je kunnen zeggen. En niet zoals je het gewend bent, want je zou een stoffige boekhandel verwachten waar een glaasje jus wordt gegeven op de goede afloop. Wat is de strategisch communicatieadviseur in deze presentatie? Dat moet je wel even uitleggen. Wat zit daarvan in? Tuurlijk.
Dat, daar zit een strategie achter, uiteraard. Ja. Maar dat komt ook voort uit wat ik zelf heel erg leuk vind. Want met mijn boeken wil ik vooral mensen een hele leuke tijd geven. En entertainment bieden. En ze even weghalen uit alle dag en het werk. En ik vind eigenlijk dat je dat moet doortrekken. Dus dat is de strategie erachter. Op het moment dat ik dan ergens ben of een feestje geef, dan moet dat ook entertainment zijn. En dan moeten mensen daar ook even uit die werkelijkheid worden getrokken. Ja. Maar het is hartstikke leuk voor de genodigden natuurlijk. Maar wat heb jij daar verder aan? Dat zegt iets over jou, maar wel voor die mensen die daar zijn. Ja, dat. Maar ik heb natuurlijk ook het geluk dat er een aantal media in Limburg mij goed gezind zijn, gelukkig. Ja. En die laten dat ook weer zien aan de mensen die er niet waren. En social media is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus de filmpjes die we daar maken, die brengen we verder. Wil je daar ook een beetje de druk mee van je boek afhalen? Zo van, neem het nou niet te zwaar, het is gewoon leuk. Nee, niet, want ik vind dat entertainment bieden best wel, dat kan een hele moeilijke opgave zijn. Zeker in een tijd waarin het medialandschap heel druk is. Er gebeurt veel ellende in de wereld. Ja. Denk ik dat dat gewoon ook nodig is. En laagdrempelig en entertainment wil niet zeggen dat het makkelijk te maken is. Vaak zijn de moeilijkste boeken de boeken die het makkelijkst lijken. Dus ja, dus als het makkelijk te lezen is, heb je er hard aan gewerkt. Heb je er hard aan gewerkt, ja? Dus ik vind niet dat ik daarmee de drukte vanaf haal, nee. Maar je hebt niet de ambitie om zware literatuur te maken? Nou ja, we hadden het net even over Connie Palme. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander genre. Ja. Dat wordt wel gezien als zware literatuur en daar moet je ook wel echt even voor gaan zitten. Ja. Dat past niet bij mij. Ik vind dat heel leuk om te lezen en leuk om te ervaren, maar ik ben niet zo, dus ik ga naar het lichtere genre. Jij leest Connie Palme dan met veel bewondering. Maar nog even de strategische communicatieadviseur. Ik kan me ook voorstellen dat je heel erg let op hoe andere schrijvers zich presenteren. Ik wil Helene van Rooijen van Stal halen. Die gooit er natuurlijk een flinke portie seks in steeds. Die is van de seks, ja. Dat is haar ding. Zoek jij ook naar zo'n soort handtekening? Nou, een handtekening is is heel handig om te hebben. En natuurlijk denk je daarover na. Want wat je echt moet proberen is jezelf onderscheiden. En hoe doe je dat? Want de concurrentie is heel groot. Maar ik geloof er wel in dat je er niet te hard naar moet zoeken. Want je moet uiteindelijk wel jezelf kunnen zijn. En ja, authenticiteit is dan ook weer zo'n heel mooi woord. Maar als ik niet uitstraal wat ik ben, dan kan ik nog heel erg mijn best doen. Maar dan gaat niemand dat geloven. Nee, en dat feestje dat wij net zagen, dat ben jij? Dat ben ik ook, ja. Ja, ik ben ook de all-stars in de sneakers gewoon en de spijkerbroek in het weekend. Maar ik vind het ook heel leuk om uit te pakken met hoge hakken, nepimpers en een groot feest. Oké. Je zit bij een grote uitgever. Al heel snel. Hoe regel je dat? Is dat ook weer? Ja, dat moet je wel regelen. Ja. Want anders gebeurt het inderdaad niet. Die gaan jou niet bellen? Nee, die gaan mij niet bellen. Nee, ik heb, vind ik ook wel geluk gehad. Ik ben begonnen met bloggen voordat ik ging schrijven. Toen ben ik begonnen aan het boek. En dan komt dat strategische communicatie ook weer om de hoek kijken. Je moet jezelf wel laten zien. En ik ben gaan twitteren en gaan bloggen. En ik ben op een gegeven moment opgepikt door een literair agent. Daar zijn er een paar van in Nederland. En die zag mij wat ik schreef en die zegt, daar heb ik wel interesse in. Misschien moeten wij eens praten. En via hem ben ik eigenlijk via een kortere route bij de uitgevers terechtgekomen. En toen waren er een paar die wel interesse hadden. Maar moet ik me dat voorstellen dat zo iemand op provisie werkt? Die doet iets voor jou en krijgt later een percentage? Klopt. Ja, een soort prodeo-advocaat, maar dan anders. Hey, even naar het boek toe, In de Familie. Een thriller. So We've Got a Dead Body, dat kan niet missen. Ja, minstens één. Ja? Ja, zeker. En je situeert het in Den Haag met een beetje de politieke romslomp als kader, zeg maar. Ja. Zoek jij altijd naar zo'n setting? Want we hebben al een boek gehad, die speelde zich af in de filmwereld. Ja, wat ik heel leuk vind is om een setting te kiezen waarin alles een beetje uitvergroot is. Kijk, het is natuurlijk heel leuk om iets te pakken hier in een dorp of een heerlijk kerkrade, iets wat je heel goed kent. En het zal ook vast nog wel een keer gebeuren. Maar zo'n filmwereld of zo'n politiek, daar is net alles een klein beetje groter. En dat is voor een boek natuurlijk een hele dankbare omgeving. Ja, we hebben de man met de politieke ambities. Die wordt in verband gebracht op een gegeven moment met een lijk. En dan gaat het spel lopen aan de hand van zijn dochter eigenlijk. Ja, die neemt ons mee. Zijn dochter is de hoofdpersoon, Nina. Ja, lijkt Nina op jou? Nee, maar ik ben wel meer op Nina gaan lijken, heb ik ontdekt. Dat moet je uitleggen. Ja, dat moet ik uitleggen. Nou, ik zei net die sneakers. Ik stond erop bekend bij mijn werkgever dat ik altijd op hoge hakken liep. Ja. Ik ben vrij klein, dus dat gaat over zelf dat je dat doet. Maar Nina is niet zo. Nina is een beetje ik zeg niet een viezig meisje, maar ze is minder netjes. Ja? Een beetje slonzig. Ja. Loopt inderdaad de hele dag op gimpen en vindt het allemaal wel best. En om me beter in haar in te leven, ben ik dat ook gaan doen. Dus ik heb een jaar lang alleen maar op Nike's gelopen, zo ongeveer. En je was ineens een stuk kleiner? Ik kreeg natuurlijk commentaar op. Ja, ik had er minder last van, maar mijn omgeving merkte dat wel. Dus ik kreeg daar vrij veel commentaar op. Maar goed, dat,
was ook wel een interessante. En nu loop ik weer gewoon. Ja, je koos vandaag voor hoge hakken. Ja, precies. Ja. Ik ben mezelf weer gevonden. En je zei net, er zijn allemaal mensen bezig in het boek en die praten daarover op Facebook, in het openbaar. Dus je wordt aldoende gerecenseerd, zeg maar. Ja, nu begint het enge gedeelte. Ja. Kijk, want als je zo'n boek schrijft, dan zit je alleen. En op een gegeven moment komt het moment dat een redacteur gaat meelezen. Dat is al heel erg eng natuurlijk. En dan krijg je proeflezers en zo wordt het steeds groter. Maar nu zijn de eerste echte lezers die het boek gekregen hebben om te reviewen in de echte grote wereld, begonnen met lezen. En die geven ook meteen kritiek online op Facebook. En ik volg dat natuurlijk op de voet. En steeds met een beetje zenuwen, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dit is echt voor mij een hele belangrijke week. Als dit goed gaat, dan heb ik in ieder geval de komende weken het heel gezellig. Gaat dit mis, dan moet ik heel veel bijsturen, denk ik. Wordt dat Facebook dan ook belangrijker dan het stukje in de krant? Vind ik niet. Nee, dat lijkt zo, omdat iedereen natuurlijk op Facebook zit en niet meer iedereen de krant leest. Maar juist als je dan hebt, komt de strategisch communicatieadviseur weer in de hoek kijken. Die combinatie van die kanalen is heel belangrijk, want de mensen op Facebook lezen misschien niet de krant en andersom. Ja. En ik wil graag zoveel mogelijk lezers bereiken. Dus voor mij is het belangrijk dat het allebei gebeurt. Ja. Ik heb erin gelezen, het leest makkelijk weg. Het is echt gesneden koek wat dat betreft. Jij was in dat jaar op die gympies bezig. Hoe ziet zo'n schrijfdag eruit? Moet daar eerst wijn in? Saai. Of heb je een soort kantoorritme? Nou, dat, iedereen werkt anders. Ja, kantoorritme wel. Ik had natuurlijk en nog steeds een gewone baan. Ja. Dus het is niet zo dat ik de luxe heb om iedere dag van 9 tot 5 of later te schrijven. Maar ik schreef wel 4-5 keer in de week, vaak in de avonduren. Mm-hmm. En ook soms een hele dag. En dan is het echt zitten. Het is butt in chair, zoals we dat in het Engels zeggen. Je moet gewoon zitten en zweten en proberen. En niet wachten op inspiratie, want dan komen die 80.000 woorden niet op papier. Het is gewoon uren maken. Het is gewoon uren maken en werken. En soms heb je het geluk dat je na een half uur denkt, nu gaat het heel goed lopen. En dat ritme probeer je vast te houden. En je geeft ook schrijftrainingen. Ja. Je gaat dus je eigen concurrenten opleiden, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, zo zie ik het niet. Nee? Nee, weet je waarom? En dat is ook met andere schrijvers vaak. Zit er heel veel concurrentie tussen schrijvers. Maar de meeste lezers lezen echt niet één boek per jaar. Die lezen er veel meer. En wij schrijven maximaal één boek per jaar. Dus het is juist leuk, vind ik, om je concurrenten te helpen en op die manier elkaar zeg maar, te stimuleren om meer mensen te laten lezen. Ja. En hoeveel uren heb je nu getraind zelf met allemaal papiertjes die zijn weggegooid voordat er een boek ligt waarvan je zegt het is acceptabel? Ja, ik ben vrij perfectionistisch ingesteld, dus bij mij duurt dat wel even. Maar dat eerste boek was zeker 1500 uur. En deze ook. Alleen was de eerste versie hiervan sneller klaar. Maar daar heb ik nog 8 versies nodig gehad voordat dit er uiteindelijk lag. Ja. Dus het moet wel goed zijn. Als het niet goed is, breng ik het ook niet uit. Perfectionistisch. Dus wanneer ben je tevreden met In de Familie? Als het echt het allerbeste is wat ik op dit moment kan maken. Oké. Okay. Ja. En het volgende verhaal, wordt er lang gewerkt? Ja, in mijn hoofd. In je hoofd? Er staat nog geen letter. Maar de laptop is nog niet aangeraakt? Jawel, maar er staat nog geen zin. Maar misschien deze zomer komt daar verandering in. Heb je daar tijd voor ook? Ja, daar maak ik tijd voor. Het is een passie. Het is een passie en het is heel belangrijk. Ik merk nu al dat het kriebelt, dat ik graag weer wil beginnen. In de Familie, nu in de winkel. Joyce, dankjewel. Graag gedaan. Een mooie stadswandeling is te maken in Heerlen. Als je van kleur houdt, je zou het niet zeggen, maar kijk eens naar de murals. Rian Mone deed dat, handig hip in Heerlen. Heerlen moet urban worden. Dat is het label dat we graag op de stad willen plakken om de stad weer in een goed daglicht te zetten. En daar wordt natuurlijk op dit moment al heel veel voor gedaan. Zo hebben we de murals, die eigenlijk de belangrijkste pijler zijn. En daar zijn al heel veel organisaties goed mee bezig. Heerlen murals, er worden rondleidingen gegeven. En Street Art Heerlen, die ook bezig zijn met een internationale samenwerking van verschillende steden die allemaal ook murals in de stad hebben. En waardoor we ons beter kunnen positioneren. En daarvoor praten we vandaag met Sanne Gijsbers. Ze laat ons een aantal murals in Heerlen zien. En ze vertelt iets over die toekomstige internationale samenwerking. Nou, we staan hier bij de eerste mural van ons, in ieder geval de eerste waar we gaan beginnen. En dat is misschien wel de meest iconische, want het is de mural van Os Gemeos. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, Os Gemeos zijn een van de eerste kunstenaars die echt in Heerlen zijn uitgenodigd door Cultura Nova om een muurschildering te maken. Nou, helaas was die muurschildering op een leegstaand pand, daar hebben ze dat afgebroken. Er was zoveel teleurstelling van we willen graag Os Gemeos weer in Heerlen hebben. Dus een paar jaar later heeft Cultura Nova Os Gemeos weer uitgenodigd om deze muurschildering te maken. En het is gewoon heel mooi om te zien dat dit echt de eerste muurschildering is die in Heerlen ook
En het publiek is voorgesteld met een openingsact en alles erop en eraan. Inmiddels is Oschi Meijers een van de street artists in de scene. En ook als je naar het werk kijkt, er zitten gewoon een hele mooie kleurenspel en verhoudingen in. En ja, persoonlijk ook een klein favorietje. Ja. We staan ondertussen in de Honigmanstraat bij de mural van Super E en Colin van der Sluis. En daar is ook nog eens iets bijzonders mee aan de hand. Ja, een paar weken geleden is deze muurschildering uitgeroepen tot Wonderwall van Nederland. Dat betekent dat dit de mooiste Nederlandse street art muurschildering is van het hele land. Colin van der Sluis en Super E hebben deze tijdens hele murals in 2013 hebben ze die gemaakt. En het laat echt het mijnverleden van deze regio zien. Dus je ziet een koelpietje in een kooitje die vroeger meeging naar de mijnen. Nou, we staan aan de spoorsingel op de rotonde tussen het Maankwartier, het oude CBS en de Aurora Flat in. En hier staat de mural van Inti waar heel veel over te doen is geweest. Dus misschien heb je er nog iets over te vertellen. Ja, dat klopt inderdaad. Deze muurschildering is 2 jaar geleden door de Chileese kunstenaar Inti gemaakt. Toen hij net het lijnenspel erop het zetten was, dachten mensen meteen aan Barbara, de beschermheilige van de mijnen. Toen Inti deze muurschildering ging inkleuren, kreeg zij opeens een legergewaad aan en een bommengordel om. Dus opeens ging de link werd anders gelegd, want mensen dachten opeens dat het iets te maken had met de islamitische groepering of zo. Maar als je goed naar de muurschildering kijkt, zie je dat zij een vredestakje in de hand heeft. Dus misschien is het helemaal niet zo bedreigend, maar juist heel erg beschermend wat Inti heeft uitgebeeld. We zagen net al 1 mural van Super E, maar er is er nog 1 hier op de spoorsingel. Ja, dat klopt inderdaad. Super E heeft een belangrijke plek hier gekregen, want er is heel veel verkeer van en naar het station op deze plek. Hij heeft daarom er ook voor gekozen om een boodschap te plaatsen met deze muurschildering. Hij heeft van deze beveiligingscamera een piñata gemaakt. Dus eigenlijk een soort van protest tegen de hoeveelheid beveiligingscamera's die hier in Heerlen hangen. Nou, dan eindigen we onze tour. Dat moet jij natuurlijk niet doen, want er zijn nog heel veel andere murals. Maar wij eindigen onze tour bij de laatste toevoeging van Joachim en Kieschet. Daar kun je misschien ook nog even iets over toelichten. Ja, zeker. Deze muurschildering is inderdaad door het Antwerpse duo Joachim en Kieschet gemaakt. Wij hebben de street art map die wij hebben, streetartheerlen.nl, hebben wij gedeeld met Antwerpen. En als samenwerking te bezegelen hebben wij deze muurschildering door de Antwerpse jongens laten maken. Als je kan zien, het is echt een doedelwerkje om het zo maar te zeggen. Als je aan de telefoon zit met mensen, dan doedel je wel eens wat. Nou, dat is echt iets wat Joachim heel goed kan. En Kieschet heeft deze 3D-patronen op de achtergrond erbij aangebracht. En als je heel goed kijkt, dan kan je ook nog een aantal van zijn karikaturen in de achtergrond terug. Deze muurschildering is ook aangebracht omdat aan de overkant de muurschildering is weggehaald. Dus het was wel weer tijd om hier een beetje kleur aan te brengen. Nou, dan hebben we het even over Antwerpen. We hebben het ook even gehad over jullie internationale samenwerking, of in ieder geval de plannen daartoe. En als ik het goed begrepen heb, is met Antwerpen die samenwerking al aardig op gang. Ja, absoluut. Ja, we hebben de map uitgedeeld. We hebben nu een kunstenaar uitgedeeld, of kunstenaars uitgedeeld. Binnenkort gaan we met Maastricht verder en met Gent. Dus Heerlen blijft maar groeien en we gaan ook gewoon in andere steden verder. Dus dat is mooi om te zien. Nou, we hebben nu een aantal murals bekeken, maar er valt natuurlijk nog heel veel meer te zien. En we hopen dat er eigenlijk alleen maar verder gebouwd wordt door alle partijen om Heerlen nog meer urban te maken en die stempel ook positief naar buiten uit te dragen. Dit was Hen de Gip in Heerlen voor nu. We hebben een kleine zomerstop, maar daarna zijn we gewoon weer terug, dus maak je maar geen zorgen. Tot dan! Ja, mooie wandeling door de stad waard al die murals. En tot slot nog de cultuuragenda van deze week. Van 3 tot 5 juni in Heerlen het Food Truck Festival Wheels and Bites. Voor het eerst dat er zo'n festival naar de stad komt. Kun je lekker gaan smikkelen. 5 juni, een dag uit het stationsleven in 1945. We gaan terug in de tijd op het station Simpelveld.
En op 8 juni documenteren Mies in filmhuis De Spiegel in Sjoenk in Heerlen. Die wordt uitgezonden in het kader van Mies en de erfenissen van het modernisme. En die tentoonstelling is nog tot 7 augustus te bezoeken in Sjoenk. Tot zover Culturij voor vandaag. Cultuurtips zijn altijd welkom. Het e-mailadres komt nu in beeld. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Adieu.